KVK loopt mee met Hugo, eigenaar van visgilde Hugo van der Meij en trotse ondernemer sinds 1986. Zijn energiekosten zijn meer dan verdubbeld, maar toch maakt Hugo nog steeds een winstmarge van wel 57%, dankzij slim gebruik van data. Zeg Hugo, welke inzichten heb jij opgedaan uit je data? Nou, laat ik je even zien. Ik heb wel een paar dingen. Loop maar even mee naar achteren. Ja, graag. Blijft lekker, al die verse producten. Nou, Hugo, vertel. Nou ja, kijk, het begint natuurlijk met voorraad houden. Wij hadden de energiekosten in de gaten gehouden. En dan zie je dat het een grote aanslag doet op onze kosten. Ja, nou, we gaan de vriezer uit doen. We doen de producten bij de groothandel neerzetten. We doen een kleinere vriezer in de winkel. En dat heeft ons echt een goede besparing opgeleverd. Kijk, dat is een goed begin. En welke slimme keuzes heb je nog meer genomen op basis van data? Nou ja, op de personeelskosten. Wij hebben, doordat we zelfbediening hebben ingevoerd, hebben we eerst gekeken naar het aantal minuten dat we met de klant bezig waren. En dan zie je dat dat best wel veel is. Doordat we voorverpakken, kan de klant in zijn eigen tijd kiezen. Dat scheelt ontzettend veel advieskosten. Wij zijn daar heel erg blij mee. En we hebben gezien dat er ontzettend veel bespaart aan, aan uren die je personeel inzet. Kijk, dat scheelt. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik je vriend zijn? Heeft u voor mij 2 keer een schoolfilet? Ja, hebben we. Lekker visje. Zeg Hugo, heb jij eigenlijk nog wat met je prijzen gedaan? Ja, prijzen hebben we heel goed in de gaten gehouden. We kijken heel erg scherp naar de bruto winst. En de hardlopers proberen er iets meer mee te spelen, dat het toch ook wel iets meer rendement geeft dan de gebruikelijke 57% die we halen. En wat vinden je klanten daarvan? Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal. Alles is duurder geworden, dus dan hoort de vis daar ook bij. En daar ben ik bereid voor om meer voor te betalen. Oké, dat is nou zo mooi om te horen natuurlijk. Zeggen, alsjeblieft, eet smakelijk, geniet ervan hè. Tot ziens. Tevreden klanten, Hugo. En je personeel? Je staat toch niet helemaal alleen? Nee, ik sta niet alleen in de zaak. We doen het met medewerkers. En die zetten ook op een hele juiste manier in. Aan de hand van data van vorig jaar zetten we het aantal uren in voor deze week. En dat is voor ons een hele goede leidraad. Nou, Hugo, ik ben onder de indruk. Eigenlijk heb jij met kleine aanpassingen een heel groot verschil kunnen maken dus. Zo zie je maar dat een klein beetje inzicht in data wel niet kan doen. Nou, precies. Is er nog iets wat jij wil weten van andere ondernemers? Nou, ik ben echt benieuwd hoe andere ondernemers doen om de hoop boven water te houden in deze tijden. Ja, wij ook. Laat ons onder de video weten wat jij met data doet of lees meer op onze website.